Talk to motherfucker Charlie, nu ga ik dat wel goed doen. Shout out aan Miss Veerle Peets om tot hier te komen, nogmaals. Ik ben ook wel. Ja, dat is low discount, bad lady. Maar yo, shout out aan mevrouw Peters, Veerle Peets om tot hier te komen. Of je... Shaudi V. Oh, Shaudi V, dat is uw naam. Oké, okay. Miss Shaudi V in de building. Of Veerle, whatever. Of, maar hoe zeg jij uw Instagram naam? Vedici. Vedici, ja. Oké, okay. Vedici, zag je. Oké, okay. Vedici. Bent u Italiaans of zo? Nee, helemaal niet. Puur okay. Belg, 100%. Oké. Okay. Van waar bent u, als ik mag vragen? Allee, waar bent u geboren en getogen? Eigenlijk in Antwerpen, maar ik heb eigenlijk tot mijn 15 jaar in Limburg gewoond. Limburg. En dan ben ik eigenlijk terug naar Antwerpen gegaan. Waar in Limburg? In Houthalen. Houthalen. Mijn zoon is van Limburg. Oké. Okay. Hij is van Genk. Ja. Hij is daar geboren. Ah, Genk, ja. Geboren en getogen. Houthalen. Maar dan bent u naar hier verhuisd. Ik moest. Hè. Mijn ouders wouden terug naar Antwerpen komen. En ja, ik was 15 jaar, dus ik had niet veel in de pap te brokken. Maar hoe was het daar in Houthalen? Ja, heel gastvrij. Als ik het zo aan mijn Antwerpen vergelijk, ik heb heel lange moeite gehad om mij zo aan te passen. Omdat, ja, Limburg, dat is echt... Je kunt perfect bij de buren om suiker of boter of weet ik veel wat gaan vragen, zonder dat die je raar bekijken. En hier in Antwerpen is dat zo wat meer... Allee, is dat iets anders. Allee, toch waar ik toen in Merksem woonde. Nu, waar ik nu woon, dan kan dat ook terug. Dus het is de plaatsen waar dat je woont, denk ik. Hoe mogen wij je leeftijd weten? Ik ben 31 en ik word volgende maand 32. Oké, okay, je bent jonger dan mij. Ik ben 33 trouwens. Ja. Want toen u zegt Merksem, ja, Merksem is zo'n aparte buurt. Een klein beetje, want het is niet zo echt een diverse... Allee, het is een diverse buurt, ja. Maar die leven precies anders. Want u zegt, ik kan gewoon gerust bij mijn buren kloppen, al jarenlang, om suiker te zonder probleem. Dus... Ja, het hangt waarschijnlijk vanaf waar je precies gesitueerd bent. Hè? Ik zou denken dat het in Antwerpen gemakkelijker zou zijn. Maar ja, uiteindelijk maakt het niet uit van waar u bent. Het is de persoon dat u bent uiteindelijk. Dat is waar. Maar u hebt wel uw lagere school en wat in Houthalen gedaan. Ja, ik heb inderdaad mijn lagere onderwijs in Houthalen, in Zonhoven eigenlijk, gedaan. Hoe was het dan opgroeien in Houthalen? Als jonge meisje heb je veel vriendinnen, veel vrienden? Of is het gewoon naar school gaan, je vrienden daar zien en dan terug naar huis? Ik ben altijd wel een beetje een buitenbeentje geweest. Ik was zo het meisje dat eigenlijk zo alleen op de bankjes zat met haar boterhammetjes. Ook wel gepest geweest, jammer genoeg. Dus voor mij was dat eerder om op mijn 15 jaar ineens naar Antwerpen te moeten verhuizen. Was langs de ene kant verschrikkelijk, omdat ik had mijn vriendinnen wel. Maar langs de andere kant was het voor mij ook een nieuw begin. En ik ben zoals een chameleon. Ik pas mij redelijk snel en redelijk gemakkelijk aan, dus... Wilt u een klein beetje delen over het pesten? Wat werd er dan gedaan of gezegd? Ik ben rond mijn 14, 15 jaar, als ik me niet vergis, zijn er van mij bepaalde dingen rondgestuurd. Dat zelfs tot in Amerika en et cetera zat. En ik ben daar gewoon eigenlijk, ja, ik ben de dag daarna gewoon los naar school teruggegaan. En dat is misschien mijn kracht geweest. Dat die pesters zoiets hadden van, wow, die staat hier toch nog altijd. Maar langs de andere kant denk ik dat ik gewoon vroeger altijd, omdat ik het buitenbeentje was, er zo wou bij horen en dan misschien u overcompenseren om erbij te horen. Dat was wel een heftige periode voor mij. Dus verhuizen naar Antwerpen was een van de redenen waarom dat mijn ouders dat beslist hadden. Omdat wij echt wel effectief... it was really heavy. Wanneer u zegt er werd bepaalde dingen in details en zo hoeft, bedoelt u dat iets expliciet? Ja. Oké. Ja. Ik kan me al een klein beetje voorstellen. Ja. En als jong meisje is dat niet plezant. Ja, expliciet, getruckeerd, alles erop en eraan. En vooral als je zit in je puberteit. En op een gegeven moment heb je zoiets van, je moet terug naar school de volgende dag. Ik moest naar school en geloof mij, ik wou me liever onder een brug gooien dan dat ik naar school moest gaan. Maar ik ben toen gegaan en ik denk, moest ik dat niet gedaan hebben, dan was ik verloren geraakt. En uw eerste dag terug op school, wat gebeurt er dan? Heeft er iemand erover gesproken? Heel de school hing vol met affiches. Dus overal, dat was echt wel heel heavy. Ik weet niet of je de netlog van vroeger nog kent. Dus I was in jail, denk ik, rond die net. I was in jail voor iets.
Wat is dat? Van 2016 tot 2011 zat ik vast. Dus ik weet niet als ik... Ja, de periode weet ik niet meer. 2009 of zo, denk ik. 2008. Ja, het zal zoiets geweest zijn. Nee, vroeger. 2007, denk ik. Ik weet het niet meer. Whatever. Netlog. Een beetje gelijk Facebook. Maar dan zo... Je kon profielen aanmaken. Je kon er eigenlijk op zetten wat je wou. Je kunt misschien vergelijken met een klein beetje het profiel van Tinder nu, maar dan in de Facebook-vorm. Snap je? Zo, okay, die twee gecombineerd. Ja. Maar daar kon je echt wel, je kon grove dingen zeggen. En MSN, dat kende wel waarschijnlijk. Ja, wel, ja, dat was zo ping, 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 ping. Dus, maar dat heeft mij wel sterker gemaakt. En toen in die periode was dat echt, dat was de hel. Maar het heeft mij wel gemaakt tot wie ik vandaag ben. Maar als, oké, zoiets gebeurt... Uw ouders bijvoorbeeld, hoe hebben ze je ondersteund ermee of wat was hun reactie? Ja, dat was verschrikkelijk, hè. Hoe dat die mij hebben ondersteund, eigenlijk wel supergoed. Die waren al van plan om effectief, omdat mijn bompa was in die periode ook gestorven. En mijn mama zat nog, die was alleen eigenlijk in Antwerpen. En mijn vader was wel van plan om dichter bij haar te gaan wonen. Dus... Ja, die beslissing om eigenlijk te verhuizen op dat moment was toen, dat was eigenlijk zo de, moet je dat zeggen, de overtuiging. Emmer is vol. Welk? Zoiets. Wanneer de emmer vol is, dan heb je zo'n... De emmer liep al zwaar over. Okay. Dus dat was eigenlijk gewoon zo, misschien was er nog een klein beetje om in Limburg in Houtaal te blijven. Omdat ik inderdaad wel nog mijn vrienden en mijn vriendinnen had. Maar wat mij toen was aangedaan op dat moment, had ik ook zoiets van, ja, I'm done with it. En ik start een nieuw hoofdstuk. En dat heb ik dan ook gedaan. Het laatste dat ik daarover ga vragen, was dat een vriendje van u? Of die dingen had getruckeerd? Of? Nee, dat was iemand van in de wijk die dat had gedaan. Dus ja. Maar langs de ene kant was je wel iemand die altijd zo alleen zat, maar was je ook langs de ene kant populair misschien? Nee, totaal niet. Totaal niet. Want... Bernard, dat is 10 euro. Hè? Was je een populaire dame? Nee, eigenlijk totaal niet. En dat is hetgeen wat ik juist bedoelde. Ik was vooral iemand dat zo... Ik was het buitenbeentje. Ik was degene die op een bankje... Een buitenbeentje kan ook populair zijn. Hè? Want, een buitenbeentje... Ja, kan... ik was wel een rotverwend nest, als ik het zo op Antwerps uit kan drukken. Ik kreeg alles mee van thuis. Ik had bijvoorbeeld heel snel... Als ik gewoon iets wou, dan had ik het. Dat wel. Maar ik pakte daar niet mee uit. Of ik stoefde daar niet mee. Dus... Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe dat komt, dat effectief zo was. Misschien, ja. Ik was ook iemand, als je aan mij iets kwam vertellen en ik was daar niet akkoord mee, dan ging ik die persoon die dat deed eigenlijk, ja, ik ging die daarop aanspreken. Dus je kon tegen mij wel een geheim vertellen, zeker en wel, maar als ik daar niet mee akkoord mee was en als ik zag dat iemand anders kwetste, dan ging ik er heel fel op in. Okay. Dus ja, misschien een beetje, ja, iedereen willen pleasen. Zoiets waarschijnlijk. Maar dan kom je terecht in Antwerpen terug. Ja, inderdaad. 15, 16? Ongeveer, ja. Okay. Leeftijd. Welke school ga je dan naartoe? Toen ben ik in Ekeren gegaan. Ja, Moretus in Ekeren. Moretus. Ja. Ik ben toevallig daar deze week nog geweest. Ja. Oké. Moretus. En hebt u ook je studies afgemaakt? Of? Nee, ik heb mijn studies niet af kunnen maken, omdat in die periode, rond 2008, heeft mijn mama een heel zwaar verkeersongeval gekregen. En ik moest eigenlijk op dat moment, ik moest mijn mama eigenlijk wat afgeven, in de zin van, ze leefde nog wel, maar ze was niet meer de persoon die dat ik als mijn mama had. Dus het was wel hetzelfde lichaam, maar de persoon dat erin zat, was niet meer mijn mama. En studies en al die dingen, ik kon dat gewoon niet meer combineren. En het ergste van al, in school, in de klas, geloofden ze het zelfs niet dat het gebeurd was. Ze dachten, die wil gewoon niet naar school komen. Of, want ik ging dan in de helft in de ochtend naar school. Dus middags moest ik dan met mijn papa naar Limburg gaan. Want mijn mama lag daar in het ziekenhuis. Dat moesten wij elke dag doen. En ja, leerlingen dachten dat ik gewoon wou skippen, hè, in de middag. Dus mijn oordeel van net. Wat voor impact had dat ook op... Oké, de school, kan ik begrijpen, je gaat niet meer naar school en dergelijke. Ja. Maar wat voor impact had dat het feit dat je weet, oké, mama, het loopt niet goed. Zij zit helemaal in Limburg in ziekenhuis. Trouwens, heb je broers en zussen? Nee. Nee, enig kind. Ja, mijn enig kind. Ja. Wow.
En heeft dat wel een zware impact gehad op u dan? Ja, zeker omdat op mijn... Allee, ik kan zeggen, op mijn 17 jaar kon ik nog geen ei bakken. Ik kon niks. Dat is heel warm. Alles werd voor mij gedaan. Mijn mama, dat was onze rots in de branding. Dat was alles. Ik bedoel, mijn papa combineerde 3 jobs. Die was in principe nooit niet thuis. Omdat hij echt wel voor het gezin zorgde. En mijn mama was er altijd. En om dan eigenlijk effectief van een ene, echt letterlijk van vrijdag op zaterdag, als ik het kan specificeren, van een mama die vertrekt en waar dat je heel kwaad nog op zei, omdat je wilt naar de schuimvuif in Ekeren gaan en je wilt per se niet meegaan naar Maasmechelen Village. En dat accident gebeurt juist daar. Ja, de dag daarna, ik werd gewoon rustig wakker, geen probleem. En mijn mama kwam met mij vertellen en ik zeg, voor wat zeg jij deze? Want ik heb gisteren heel lelijke woorden tegen haar gezegd. En dat was het laatste wat ik tegen haar gezegd heb, als zijnde bewust tegen haar. Maar die periode daarna was verschrikkelijk. Ik ging effectief naar... Ik zag mijn mama nog liggen, ze lag in coma. Ik zag haar nog liggen, maar ja, ze reageerde niet meer. Die lijdensweg dat die helemaal nog heeft moeten doorstaan, dat is op 17 jaar, 18 jaar echt niet evident. En waar is mama? Die is gestorven. Al wel 11 jaar nu. Ja, in 2011. Ja. Dat heeft ook een zware impact gehad. Zeker, dat heeft heel mijn leven bepaald. Dat heeft bepaald hoe dat ik emotioneel op bepaalde dingen heb gereageerd. Trouwens, motivatie. Dat heeft bepaald hoe dat ik toekomstgericht heb gezien. Dat heeft alles bepaald. Omdat dat in de meest cruciale puberteit was dat ik eigenlijk zat. Op dat moment was ik eigenlijk aan het zorgen voor mijn mama en had mijn vader er eigenlijk een extra dochter bij en ik had er een zus bij. Omdat haar cognitief geheugen was echt letterlijk 12 jaar. Dus als ik u kan zeggen dat je ziet uw mama nog wel in haar gedaante, in haar lichaam, maar haar hersenen zijn als een 12-jarige. Zo, dat was heavy. Hoe is die band met je vader vandaag? Goed, ja. Wij zijn zo wat in de zin... Wij spreken met elkaar, maar iedereen heeft zijn eigen leven. Ik heb mijn leven, ik heb mijn gezin, hij heeft dat van hem. En, hij heeft nog een andere gezin, bedoel ik? Ja, geen gezin, hè. Ik bedoel, hij heeft een nieuwe vrouw gevonden, et cetera. Iedereen heeft zijn eigen leven. Maar mijn band is wel goed, maar vroeger was als kind... ik ben nooit niet echt zo'n een prater geweest thuis of zo. En mijn papa ook niet, dus dat is zo... Ja. Je wordt ouder en je gaat het allemaal anders zien. Ja. Was je een zelfzekere of een onzekere jonge dame? Een heel onzelfzekere. Oh, man. Echt waar, ja. Heel onzelfzeker. En ik denk dat daar misschien ook... Ik denk dat gewoon met mijn puberjaren... Dat pesters voelen dat. Als je onzelfzeker bent en als je effectief... Als ze tegen u iets kunnen zeggen. En wat dat iemand ook tegen mij zegt... Ik nam dat heel persoonlijk. Ook al was dat misschien op dat moment niet persoonlijk qua gevoel... Voor mij kwam dat heel persoonlijk over. Ik was echt... Ik was een vogel voor de kat. Hè. Ik was een prooi, hè. Heb je dat niet gemist? Als je zo terugkijkt, een broer of een zus te hebben misschien? Ja, ik heb wel een halfbroer en een halfzus, maar ik heb daar niet echt contact mee. Heb ik dat gemist? Ik was enig kind. Ik moest met niemand iets delen. Ik moest niet... Als er kleren werden gekocht of et cetera, of er was iets leuk, dat was allemaal voor mij alleen. Ik moest dat niet delen. Maar heb ik dat gemist in de zin van iemand waar je zo op terug kon vallen? Ja, inderdaad. In de wijk had ik wel vriendinnen die inderdaad wel een broertje en een zusje hadden en zo. En ik was altijd eigenlijk alleen. Maar ja, op dat moment wel, ja. Wat waren uw ambities, jonge dame? Wat wou u zo later worden, toen u nog jong was? Mijn ambitie is sowieso... wou ik iets... Ik wou eigenlijk altijd een stem zijn voor mensen. Ik wou altijd een boodschap kunnen overbrengen die echt van belang was. Niet echt het middelpunt van de belangstelling staan. Misschien in de puberjaren wel. Het kan er wel in gezeten hebben. Maar vooral iets betekenen voor iemand. Dat je echt het verschil kunt maken. Dat was echt zo... Dat was een opzet en sowieso niet voor een baas werken. Dat was van vroeger al.
Ja, want vandaag bent u inderdaad met... Vandaag werkt u niet voor een baas, hè? Nee. Ja. Nee. Maar, allee... Ik ben een baas. Respect, hè. U hebt je studies niet afgemaakt, jammer genoeg. Maar ik kan altijd terugkeren, moest u dat ooit zien zitten, natuurlijk. Ja, mijn mening daarover is uiteindelijk... Het kan effectief... Allee, ik heb een dochter ook, hè, zij is 12 jaar. Ik zeg haar, je moet goed best doen op school, je moet goede punten halen. Maar wat ze eigenlijk niet leren in school is... ze leren wel hoe dat je effectief moet aanpassen in de maatschappij, et cetera, maar ze leren u niet de value of it all. Ze leren niet als je effectief een muur tegen u krijgt. Dat leren ze totaal niet. En ook niet als je ziet... de manier hoe dat je geld moet verdienen in school, zeggen je moet hard werken en je moet goed je best doen, et cetera. Maar eigenlijk moet je niet hard werken, maar slim werken. Je moet slim werken, je moet niet knokken, je moet op een juiste manier werken. Dat is gegeven voor sommige mensen. Maar ze zeggen, soms heb je getalenteerde mensen, maar soms heb je mensen die hard werken. En hard work beats talent most of the time. Mm-hmm. Soms moet je wel hard werken, hangt van de situatie af, hangt van de persoon af, vind ik. Ja. Ik geef je wel gelijk, aan één kant, je moet slim kunnen zijn, inderdaad. Maar zonder de hardwerkende mensen gaat die slimme mens ook niks kunnen bereiken, denk ik. Maar wat is hard werken? Wat is slim werken? Dat is misschien hard werken. Ja, ik denk dat slim werken eerder is. Op verschillende manieren eigenlijk. Verschillende bronnen van inkomsten. En inderdaad, hoe dat je zegt, je talenten. Dat je gewoon niet op één ding specifieert. Dat je zegt van oké, ik ga voor een baas werken. Ik sta op om 6 uur 's morgens. Ik ga elke dezelfde routine. Maar dat je eigenlijk verschillende dingen doet. Ja. Ik denk dat slim werken is. Nee, ik ben er zeker van. Maar je moet ook beseffen, het begint ergens. Tuurlijk, ja, absoluut. Ergens, want u kijkt niet vandaag uit uw bed stap en zegt, ik ga gewoon mijn eigen baas zijn. Nee. Je moet een ambitie hebben natuurlijk om je eigen baas te worden natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar die stappen die jij neemt, ga je zorgen dat je uiteindelijk wel een baas gaat hebben. Ja. En inderdaad, if you're ambitious enough, you're gonna find a way to be your own boss. Maar then again, soms is het ook niet slecht om een baas te hebben. Als je nog niet ready bent voor... het leven. Tuurlijk, en je leert heel veel. Hè. Je kunt superveel van bazen leren. Maar hangt er ook vanaf in welke sector jij zit, bijvoorbeeld. Ja. Ik zit in de sociale sector, ik heb een baas. Michel Pradolini. Ik merk zelf niet dat mijn baas is, bij wijze van spreken. Ja, als maar je hij een is baas. Wel tuurlijk. Baas. Maar de shit dat hij voor mij heeft gedaan, los van dat ik daar werk, maar wat ik nu zie bijvoorbeeld, heeft hij bij wijze van spreken gewoon in mijn handen gegeven, de studio. Ja, dat zijn kansen, hè, die je krijgt. Hè? Voilà, en hij heeft niet tegen mij gezegd van, ik wil er iets voor terug. Maar is dat dan niet meer zo, qua spiritueel gezien, is dat niet meer zo uw mentor? Allee, dat is wel effectief eigenlijk uw baas, maar eigenlijk is het uw mentor. Eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. En daarom, want een baas is zo, ik haat het woord baas. Ja, ja, ja. En trust me, ik kijk soms naar baas en ik denk aan cipiers. Ja, get your ass, je doet dat. Nee, ik was je gezegd mentor. Dat is wel mooi gezegd. Ja, dat is een mentor. Shout-out Michel Pradolini, de mentor van City Paris Guy. Maar oké, wat voor jobs heb je dan gedaan? Uiteindelijk voor, alleen na je studie. Vijfde middelbaar, zesde middelbaar, waar ben je gestopt? Zesde. Ja. Oh, waarom stop je altijd op het einde van de rit? Dat is hetzelfde dat jij... Ik ben letterlijk, jammer genoeg. Maar dat was ook de samenloop van omstandigheden. Hè. Dat is, ik had het emotioneel heel zwaar met dat van mijn mama. Naar school gaan, het is niet dat ik echt een heel hechte vriendengroep had. En je moest elke keer uitleggen van, ja, wat is er gebeurd, et cetera. Ik heb gewoon mijn examens niet afgemaakt. Omdat ik het gewoon... Ik moest ook in een rusthuis en zo stage doen. En dat was voor mij allemaal te zwaar. Ik kwam thuis ik herinner mij echt nog alsof dat precies gisteren is. Mijn vader die moest ineens en echtgenoot en vader en moeder en nog eens een job combineren. Die ging letterlijk bijna drie jaar elke dag na zijn werk naar mijn mama bezoeken in het ziekenhuis of in het rusthuis. Eigenlijk naar zijn vrouw gaan dat in principe zijn vrouw van lichaam wel nog was. Maar de rest, ja,
ik zeg het, mijn mama herkende in het begin, die had geen dochter. Hè. Ik bestond niet, hè. Wij bestonden niet. Hè. Die was wakker geworden en die ging terug naar haar vorig leven. Die ging terug naar haar vorig huwelijk. En we hebben haar echt moeten zeggen van, hallo, allez, want ja, haar trouwringen dan, die waren dan doorgeknipt. Dus zij kon ook niks niet bekijken van, ja, maar ik heb geen trouwring. En elke keer refereerde zij naar dat vorig leven, haar vorige kinderen. Maar er was van mij geen sprake. Haar vorige leven? Ja, haar vorige huwelijk, hè. Ja. Oh, de halfbroer en komt langs ja, van mama. Ja, dat is niet van mijn vader, okay, dat is van een andere man. En het vorig huwelijk, ja, vorig leven klinkt misschien zo. Ja, want ik, denk, geloof wel in, ik geloof daar wel in dat je leven. Verschillende levens hebt hier op Earth. Oké. Okay. Bent u ook zelf gelovig, als in God bestaat, gelovig? Niet gelovig als in God bestaat, maar wel dat er sowieso, als je je ogen vandaag op morgen of zo sluit, dat er wel meer is als dit. Everybody has his own way of thinking. And, ja. I mean, dus wat voor jobs heb je dan uiteindelijk gedaan na je finish in de zesde middelbaar dat je niet hebt afgemaakt, dat je altijd kunt afmaken natuurlijk. Ja. I mean, school is never too late to get your diploma, never too late to graduate. Maar wat voor jobs heb je dan uiteindelijk gedaan? Ja, want... Van alles, echt. Ik heb in een kapsalon gewerkt. Ik ben schoonheidsspecialist geweest. Ik heb in een schoonheidssalon gewerkt. Ja, 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 allemaal zonder diploma. wat heb ik nog allemaal gedaan? Ik ben terechtgekomen op een telecombedrijf. Ik heb sales gedaan. Ik heb bij Be Connected gewerkt. Verkopen van simkaarten, dus een beetje marketing. Ik heb eigenlijk echt... Allez, veel bazen gehad. Ja, maar vooral zo... Ik vond mijn ding niet. Maar ik was ook... Allee, ik had ook emotioneel met dat rond... Allee, het ding rond mijn mama helemaal niet. En ik ben gewoon jarenlang automatisch piloot gegaan. Gewoon doorgaan. En oké, ik moet een job hebben, want financieel, dat is nodig, et cetera. En gewoon, oké, ik ga dit eens proberen en ik ga dat eens proberen. Maar ik leefde eigenlijk gewoon van... Niet van dag tot dag, maar vroeg mij niet van... Veerle, wat ga jij binnen 5 jaar? Waar wilt jij zijn binnen 5 jaar? Zo, dat zie ik dan wel. Ik had totaal geen ambitie niet meer. Gewoon puur omdat... Ja, emotioneel was het bij ons thuis al heel zwaar. En ik had zoiets van... Ja, maar als dit het is... bedoel, iedereen zijn of haar lot is uitgeschreven. Maar ik kon niet begrijpen dat dat op dat moment moest gebeuren. En dat ik eigenlijk die dingen moest meemaken. Ja. Maar ik heb van alles gedaan. Zonder diploma. Ik raad het wel niet aan, want uiteindelijk... Het is wel een verschil, hè. Het is wel een soms moet je ook de juiste mensen kennen. Want voilà. Ik doe mijn job. Sommige mensen hebben een diploma, een maatschappelijk diploma nodig of een graduat. Maar ik heb dat niet. Ik ben blij dat tegenwoordig niet wordt gekeken naar dat stukje papier, maar dat wordt gekeken naar wat dat jij als ervaring hebt of wie dat jij als persoon bent. Inderdaad. Daar ben ik echt gelukkig voor. Maar... Voordat ik deze vraag stel, ik ga gewoon even naar het einde. Ik heb deze op het einde geschreven. Ik wou het eigenlijk op het einde houden, maar ik ga het nu vragen. Als jij het woord kanker hoort, wat komt er vooral in je hoofd? Oh my god, waarom vraag je mij dat? Ja, dat is ook weer... dat is hier zo... Ik ging hier happy van, ik ging hier niet over dingen. Ja, mijn tante heeft dat gehad. En waarom ik dat... How do you know it? Of waarom? Allee, mijn naam is Talks with Motherfucker Charlie. Yeah. En als ik iemand uitnodig, wil ik hun ook laten zien dat ik echt... Research heb gedaan. Yeah, because it's... I'm showing them I'm interested in who they are. Yeah. Snap je? Mooi. En toevallig kwam ik... En ik zeg ook wat u ervoor hebt gedaan. U hebt iets... hoe zeg je? Crowdfunding? U hebt iets... Ja, georganiseerd. Dank u. Klopt. Dat vond ik ook graag. Ja. Dus dan dacht ik, waarom zou ik deze vraag niet vragen? Ja. Stellen. Dus inderdaad, talk some motherfucker. You see what I do, man. Shout out to Miss Veerle Pits. Hit by my heart. I'm saying, we in the building, man. Talk some motherfucker, Charlie, man. Nee, maar some real shit. Ik doe dat echt zo, want ik kan je ook gewoon dezelfde interviews geven dat iedereen u geeft. Hey, ja, dat is waar, ja. Dat is niet mijn bedoeling. Ik wil echt uniek zijn en inderdaad, ik wist niet dat... Ik heb ook mijn oma verloren door kanker. Borstkanker dan.
toen was ik ook, ik was misschien 10 jaar of zoiets. Maar ik herinner me nog waarom, want ik en mijn jongere broer moesten altijd naar middenlijn gaan om eten te brengen. En toen wij daar kwamen, moest ik dan destijds haar schoenen aandoen en dan op haar bad zetten. Ja. En dan stopte die trip. Dus we gingen niet meer. Nee. Oma was dood. Ja. Maar daarom. Maar let's get back to rest in peace. Eerst en vooral voor alle mensen die hebben verloren natuurlijk. Maar let's get back. You good, Miss Veerle? Ja. It's okay. Maar okay, dan komt u, dan werkt u en dan komt er corona. Ja. Ja, dan komt inderdaad corona. Wat voor job deed u eerst en vooral? Daarvoor was ik altijd bediende. Bediende? Ja. Okay. Dus ik kantoorwerk, kantoorjob. Dus de havenjob of de controleur is nu? Ja, dat is iets wat de media inderdaad heeft geschreven. Dat ik inderdaad momenteel werk als controleren van contents, et cetera. Ik ben daaraan aan bezig. Dus ik doe het. Het is niet dat ik het effectief doe. Ik heb daarvoor wel nog effectief boven gewerkt, zeggen ze. Hè? Dus niet als beneden, dus als dokwerker of als markeur. Maar effectief als bediende op het loket. Dat heb ik wel gedaan. Dus ik denk dat ze daar een beetje verward zijn geweest, maar het komt binnenkort, dus wat als ze schrijven, het klopt. Voilà, dat is ook zoiets. Ik geloof effectief, als je al leeft in iets wat je eigenlijk nog moet behalen, je manifesteert dat, dan komt dat ook. Ja. Maar welke job had u dan toen, voor de coronaperiode? Waar werkte u? Ik was bediende. Bediende. Ja. Op een kantoorbedrijf. Oké, dan komt corona en gaat die bedrijf dan failliet of zo? Nee, dat is gewoon... Ik was als laatste bijgekomen. En ja, natuurlijk, corona kwam. En dat was op een huishoudbedrijf. En ja, die huishoudhulpen mochten niet meer bij de klanten langs gaan. Dat ging ook niet. Dus ja, je ziet ineens gewoon heel dat bedrijf ineens zo... was een kaartenhuisje zo wat ineenvallen. Die waren sterk genoeg. Die zijn niet failliet gegaan, et cetera. Maar er is wel een big shift geweest op dat moment. Ja. En ja, ze zeggen altijd, de eer degene die er laatst bij komt... De eerste weg. First off. En trouwens, bent u dan al een mama? Oh ja, natuurlijk. In 2010 mama geworden. Toen leefde mijn mama ook trouwens nog. Ja. Een van de redenen waardoor ik was 18 jaar, tienermoeder. Een van de redenen waarom dat ik effectief ook... heb gezegd van, weet je, ik ga hiervoor en we zien wel hoe dat we dat doen. Toen ook met de papa van mijn dochter. En komt allemaal wel goed. Was ook gewoon puur omdat het enige wat ik mijn mama op dat moment nog kon schenken, dat was een kleinkind. Heeft ze dat uiteindelijk beseft? Achteraf bekeken, denk ik niet. Ik weet wel dat ze... Want ze heeft mijn dochter vast gehad toen dat ze klein was. Toen ze juist geboren was. Maar heeft ze effectief beseft dat het van mij kwam? Nee, dat denk ik niet. Dat zijn vragen die we jammer genoeg nooit antwoorden. We will never know. Inderdaad. Nee. Kort en bondig, wat er bij mij... Mijn moeder is ook gestorven, maar in 2019. En eerlijk, ik zie klein beetje mijn moeder en uw moeder hetzelfde. Maar mijn moeder, meer dat was... Zij wist ook niet meer wie ik was en dergelijke. Maar echt jarenlang. Hè. Ik ben in 2011 vrijgekomen. Je moet beseffen, van 2011 tot 2019... Tot juli, hè, want ze is 1 juli gestorven. Nee, tot juni, sorry. Want 2 weken voordat zij is gestorven, heeft ze mij aan je buik kunnen spreken. Tot juni wist zij niet meer wie ik was. En dan in juni, ergens 2 weken voordat zij stierf, zegt zij tegen mij... je hebt een zoon. Zij zegt de naam van mij, als Joël. En zij zegt, je hebt een tweede onderweg. Want mijn kind was onderweg. Dat heeft mij zo raar laten voelen. En ze zegt, ja, ik weet dat. Ik wou vragen, maar de hele tijd dat ik met u sprak, wist je, ik heb gezegd, laat dat gewoon proberen. Ik heb haar misschien 2 keer nog gesproken. Mm-hmm. En dan, 1 juli krijg ik een telefoontje. Ja, mama weg was. Maar voor mij is een blessing, want zij heeft mij nog gesproken en nog besef van,
je hebt een zoon, ik zit aangesteld, je hebt een ander die onderweg is. Maar mijn broer bijvoorbeeld in Canada woont, hij heeft nooit een kind. Ah, mijn tante woont ook in Canada. Oh, zie je, is connection. ja, maar dat... Hij heeft nooit een kind met mijn hart en dat heeft hem kapot gemaakt. Nou, dat snap ik. Snap je dus? Je hebt, denk ik, afscheid kunnen nemen en het kunnen plaatsen en hij effectief niet. Facts. Bij hem was het gewoon, it is what it is. It is, inderdaad. Maar ja, het is life. Maar oké, er is een crisis, coronacrisis, jij moet een job fixen, eigenlijk. Heb jij zo'n facturen, zijn die facturen zo expensive dat jullie like, yo, I need to get some money. Het ding was gewoon... Want je kunt ook bijvoorbeeld toppen, bijvoorbeeld, tot je een job fixt, bijvoorbeeld. Ja. Ja, alles bleef doorlopen. Hè. Het wil niet zeggen... Allee, ik denk dat ik ongeveer in het einde denk ik, van de heftige coronaperiode ongeveer mijn OnlyFans dan ben gestart. Maar ik kon niet tegen de verhuurder gaan zeggen van... Ja, ik heb geen job niet meer. Oh, weet je wat? Zeg maar even alles on hold en we zullen dat wel betalen wanneer dat nodig was. Dat alles bleef gewoon verder lopen. De wereld stond niet stil. Dat is waar. En dat is voor iedereen geweest... Allee, ik heb veel dingen gehoord van mensen die effectief een bedrijf hadden, die ineens zoiets hadden van ja, en wat nu? Ik bedoel, overheid die niet direct in actie schoot. De regels die effectief allemaal werden opgelegd voor dat je voor bepaalde dingen moest toekomen, et cetera. Dus, maar de reden van OnlyFans was eigenlijk puur gewoon, ik postte al redelijk lingerie en zoals sensueel. Bij mij is altijd zoiets van, een vrouwelijk lichaam was voor mij altijd een soort kunst. Je kon door bepaalde schaduwen, door bepaalde silhouetten dat je creëerde, kon je echt gewoon meer als gewoon een naakt vrouwelijk lichaam neerzetten. En dat vond ik eigenlijk, dat was ook mijn doel. Om te laten zien van, naakt moet niet effectief... Allee, naakt is niet vulgair of naakt is niet... It's normal. We zijn allemaal naakt geboren. Adam en Eve, Adam. Dus voor mij was dat zoiets van, ja... Waarom zou ik effectief eigenlijk mijn content online blijven zetten op Instagram gratis en voor niks dat mensen kunnen kijken? Voor wat niet op een betaald platform? Exclusiever, specialer, een beetje mijn kunst uitwerken... Creatiever ook, want ik ben wel heel, heel creatief. Dus, en dan ben ik het eigenlijk een beetje gaan onderzoeken. Dan ben ik gaan kijken van, wat is die OnlyFans eigenlijk? Is dat meer pornografisch materiaal? Maar dan zeg ik, ja, kunstenaars zaten daarop. Tattooartiesten zaten daarop. Dan denk ik, oké, je kunt je eigen niche gewoon gaan bepalen. Maar tussen ons gezegd en gezwegen, laat ons een kat en kat noemen. 80% van OnlyFans is pornografisch. Dank u. Je waart aan het wachten, hè? En dat klinkt allemaal goed, kunstenaar. Dat klinkt allemaal. Buiten, voor ik zeg wat ik wil zeggen, eerst en vooral, hoe jij je leven leeft, beslist jij en niemand anders. Voilà. Dat is al één ding. You just do you. Dat je only fans wordt of fans only, dat maakt mij niet uit. Ja, er zijn tegenwoordig al veel platformen, hè? Dat je nog kunnen volgen, hè? Maar het maakt niet uit, jij beslist, allee, je beslist wat de fuck je wilt doen in het leven. En nog iets, ik heb respect voor. Ik zeg niet dat dat over u gaat. Ik heb respect voor escorts. Ik heb respect voor vrouwen die in Schiphol staat werken. Waarom? Maar dat zijn mensen die... Ze komen... Alleen ze doen wat ze willen doen. Als die er niet waren geweest, hè, dan was het hier veel erger geweest. Allee, gewoon sekswerkers in het algemeen. Wat bedoelt u? Escorten, sekswerkers. Als ze hier niet waren geweest... Als zij hier niet... Als die jobs hier niet gecreëerd worden, als die niet effectief hier zijn... Ja. Dan, ja, mensen die... hoe moet ik dat uiten? Verkrachters, et cetera. En al die toestanden. Dat ging nog extremer zijn. Wow. Snap je wat ik bedoel? Deze is heel... Ik ken er niet op... Eigenlijk, ik weet dat niet, want... Het is een basisbehoefte. Seks hebben is een basisbehoefte. En als je dat als man, vrouw... Ik denk alleen, vooral wel mannen. Als ze dat... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Jullie zijn jagers, jullie zijn dieren. It is what it is. Dus als je effectief dat niet hebt... Wat zijn dieren? Als wij dieren zijn, wat zijn die? Wat zijn die, hè? Wij jagen dom. Maar ik heb ook begrepen...
nee, ik ga je even laten uitspreken, want ik word niet een man is gemaakt, allee, als je effectief qua dingen kijkt, een man is gemaakt om zich voor te planten. Een vrouw is gemaakt om de man te lokken. Wat? Welk? Een vrouw is gemaakt om de man te lokken. U hebt er juist een twee namen gezegd, dat we beginnen daar. Ja, maar als jij effectief... Nee. I was trying to let you know you said it yourself. Als sekswerkers er niet zouden zijn, dan zouden mannen veel meer de neiging hebben om meisjes op een andere manier te gaan benaderen, omdat ze effectief die seksuele frustratie niet kwijt kunnen. Omdat ze daarmee blijven zitten. Snap je? Oké, niet kwijt kunnen, maar ik kan nooit spreken, want... Dat is niet uit, ik ken dat niet uit ervaring. Nee, ik spreek ook niet uit ervaring, zeker niet, maar ik denk... Oké, u denkt. Ja. Met andere woorden, sekswerkers is de reden waarom misschien de verkrachting dingen lager zou liggen. Ja, absoluut. 100% zeker. Want uiteindelijk... bij een vrouw... Jullie. Ja, mannen in het algemeen, hè, het mannelijk geslacht, zal ik het dan zo noemen. Ja. De gedachtegang werkt vooral daar beneden. Okay. Snap je? En ja, dat is een soort natuur. Vrouwen zijn effectief gemaakt om te dragen, om het leven voor te zetten. Maar die zijn meer passioneel. En mannen zijn van nature gemaakt om het eigenlijk om hun nageslachten te kunnen verder zetten. Dus als je effectief heel veel gefrustreerde mannen krijgt op een gegeven moment, ja, hormonen slaan op hol, hè, maar je kunt hormonen ook niet tegenhouden. Dus dat is toch logisch als er effectief bepaalde mensen, want ik weet dat niet iedereen voor een job als sekswerker kiest, maar als dat er is en dat wordt u aangereikt, ja, dan is dat toch beter dat je daar naartoe gaat dan dat je hormonen all the way gaan en dat je gefrustreerd geraakt en dan dingen gaat doen die dat je waarschijnlijk niet zou doen. Eerst en vooral, ik begrijp je wat u daartoe hoort. Verkrachter zou het gewoon in het algemeen niet moeten zijn, sowieso niet. Nee, sowieso niet. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dit hoor. En dat is eigenlijk een wauw-effect. Want ik had er nooit zo aan gedacht. En, maar ja, we gaan niet te veel over die situatie. Mensen zijn helemaal gechoqueerd. Ja, maar dat is, kijk, soms zijn dingen, daarom ook deze gesprek, want er zijn dingen die ik ook niet bestil sta en dergelijke. Maar dat is eigenlijk, ik ben eens benieuwd wat de mensen erover denken. Als we alleen dit checken van, als er minder sekswerken waren, dat de verkrachting misschien iets hoger ging zijn. Dat is heel warm. Dat is eigenlijk een hele zware statistiek. Maar los van dat, u hebt gelijk, als u mannen zit, vol een bak mannen en hormonen, en wat gebeurt als u vol een bak vrouwen die gefrustreerd zijn bij elkaar komen, wat gebeurt er dan? Ik ben van mening dat een vrouw, als die effectief al... Ik denk persoonlijk dat het... je hebt vrouwen die effectief hetzelfde zijn als mannen qua hormonen, et cetera. Maar ik denk dat bij de meeste vrouwen het voor het totaalplaatje is. Echt het passionele, het gevoelige, het gezinsleventje, moeder, het huiselijke. Dat ga je meer vinden. Ik denk dat een vrouw langer zonder seksuele betrekkingen kan dan een man. En gewoon puur omdat dat bij een man is, dat is er ingeplant. Dat is gewoon van nature. Y'all agree? I don't know about that one. Be honest, die vrouw is even hoor. Ja, pas op, ik geef u echt gelijk. Hè. De dag van vandaag, hetgeen wat ik zie, ik geef u volkomen gelijk. Hè. Die vrouw is dat even hoor, die heeft dat gezien. Nee, vrouwen zijn vandaag de dag ook wel beesten. Dat klopt. Nee, maar kijk. Maar op een andere manier. Maar ik denk ook, nogmaals, ik kan zijn, hè. Maar... ik zie ook niet rap man OnlyFans maken, bijvoorbeeld. Er bestaan sowieso. Sowieso. Maar niet te koop. Hoe niet te koop? Maar I never saw none. Heb je ooit een man zien met OnlyFans? En ik probeer veel mensen te bereiken. Ja. Ik ken er een paar van OnlyFans. Ja. En dat zijn allemaal vrouwen. De meeste wel, maar hoe zou dat komen? Omdat een vrouw gaat volgens mij niet snel... nogmaals, hè, dat is natuur. Het is taboe, hè? Taboe. Ja, het is nog altijd heel veel taboe, tuurlijk. Ja, taboe. Maar
Het zit vooral in de natuur, hoe dat eigenlijk alles gecreëerd is. En deze heb ik online gelezen trouwens. Ja, hier is het. Ja. Wanneer je OnlyFans actief bent, krijg je al snel een stempel van prostituee opgeplakt. Ja, klopt. Ja. Dus u hebt dat ook gekregen? Tuurlijk, ik krijg dat dagelijks. Hè. Is er een bepaald bedrag dat u zou worden aangeboden dat u misschien wel seks zou hebben? Nooit, jamais, never. Nee, dat is ook mijn statement en mijn kracht waar ik probeer. Dat is ook, toen ik straks zei, ik wil iets betekenen voor de mensen. Dat is ook hetgeen wat ik er nu eigenlijk wil doorkijken. Ik heb een harde mening over bepaalde zaken. Ik heb superveel respect voor iedereen die in het algemeen sekswerk doet. Want uiteindelijk wat ik doe, OnlyFans, is ook een deel sekswerk. Maar het is nog helemaal anders als u effectief fysiek aan iemand geven. Ik geef mij fysiek niet. Ja, aan mijn partner, uiteraard. Maar ik geef mij niet fysiek aan andere mannen of et cetera. Dat niet. Maar je krijgt wel, ja, ik lees dat dagelijks, hè, want sommige commentaren lees ik dan wel. Gewoon omdat ik ben iemand, ik argumenteer heel graag. Ik ga heel graag in discussie. Ik argumenteer graag. En ik ben gewoon van mening dat. Dagelijks lees ik, ja, maar dat is eigenlijk een virtuele hoer of dat is een online escort. Ja, zoek de definities van een hoer op. En ik ben blij dat het nu een sekswerker dat een mooiere benaming heeft. Zoals bijvoorbeeld, ik ben ook geen pornoactrice. Ik maak wel porno, maar ik ben geen pornoactrice. Ik ben geen moordenaar. Ik schiet wel mensen die vallen dood, maar ik ben geen moordenaar. Nee, een pornoactrice is iemand die effectief op een set porno gaan maken, voor mij. Hè? Oh, ja. Maar ik ben nog never nooit op een set geweest. Ik heb het ook nog nooit niet met andere mannen gedaan. Oh, dus, je doet dat met je partner? Nee, vooral eigenlijk solo, hoor. Of met attributen, speeltjes, et cetera. Er is ook al wel eens een andere vrouw bij geweest, dat wel. Maar ik zal het nooit met een andere man doen. Okay. Nee. Maar wel met uw man? Ja, uiteraard. Hey, voor de mensen om te zien. Allee, dat de mensen dat zien, bedoel ik. Nu is het echt gewoon ik alleen. Solo. Okay. Just maar me, myself man, and I. Beyoncé, let's go. Maar uw man, hoe staat hij er tegenover? Want je moet een sterke man zijn om bijvoorbeeld uw vrouw expliciet. U maakt expliciete video's. Mooi verwoord, wauw. Ja, ik maak inderdaad expliciete content. En ik ben een adult online content creator. Ik creëer veel. In plaats van een virtuele hoer. Uw man, hoe staat hij er tegenover? Altijd gesteund van dag 1 met OnlyFans? Of? Ik had al OnlyFans toen ik hem zo leerde kennen, maar ik maakte nog geen pornografisch materiaal of naakt of et cetera. Dat maakte ik nog niet. Maar eigenlijk, ja, ik heb dat direct tegen hem gezegd, omdat ik zoiets had van. Uiteindelijk, op dat moment waren we ook nog totaal geen koppel, maar ik leerde hem kennen en ja, ik ben heel spiritueel en hij ook. Ook. En wij voelden die connection. Wij wisten van, oké, er is iets. En ik had zoiets van, ik ga dat gewoon direct zeggen, you never know. Is het effectief dat hem zegt van, oh nee, dat wil ik niet. We zijn toch nog geen koppel, of er is nog niks, of whatever ook. Want ik kwam ook uit een heftige relatie van daarvoor. En ik heb hem leren kennen op een moment dat ik echt had gezegd, no man anymore in my life. Ik, I'm done with it. Ik word lesbisch, zei ik letterlijk. Ik zeg van, het was genoeg. En ja, dan ineens, vanuit de sky, werd hij letterlijk bij wijze van spreken neergezet. Ja. Heeft hij in het begin. Hij was daarvoor, was hem eigenlijk een beetje meer een jaloers type. Maar dat was gewoon puur qua vertrouwen. En bij ons relatie is echt. Mensen zullen zeggen, ja, het zal wel zijn dat de relatie 100% en perfect is. Maar ik kan echt zeggen, wij vertrouwen elkaar blindelings. Hij weet wat ik doe. Hij heeft er ook. In het begin had hem er wel zo wat moeite mee. In de zin van, ja, maar waarom doe je dat precies? Mijn partner is iemand die wilt weten waarom dat je dat doet. En dat je dat goed kunt onderbouwen, waarom iets is. He's fine with it.
Is dat meer dan een open relatie? Nee. Nee. Ik weet wat open relatie betekent voor sommigen. Maar gewoon dat jullie open staan tegen elkaar, bedoel ik. Van, ja. Hij wist alles van het begin. En ja, hij kan ook gewoon op mijn account. Hij kan mijn berichten lezen. Soms vraag ik ook aan hem van... Goh, ik weet... Want ik ben eigenlijk zo wat... Soms ben ik een psychologe. Soms ben ik inderdaad een virtuele girlfriend. Dan ben ik effectief de persoon waar dat ze inderdaad die content van willen zien. Maar ik ben eigenlijk... Alles in één persoon. En soms weet ik ook niet hoe dat ik op bepaalde zaken moet reageren. Of hoe dat ik dat moet aanpakken. En dan vraag ik zijn mening. En ja, hij denkt. Hij is een man, dus hij denkt als een man. Dus hij kan mij daar perfect in begeleiden. Ja. Maar mijn account is wel effectief van mij alleen. En ik doe dat echt wel 100% zelf. Dus het is niet dat je... Allee, dat je zoals bij sommigen... Heb je agencies, et cetera, die dat zo voor u praten. Nee, als je subscribed op mij... dan zijn ze effectief met mij aan het praten. En dat is het verschil met Pornhub en OnlyFans. Voor sommigen is dat hetzelfde. Voor sommigen, niet voor iedereen. Maar allee, ik denk na een gesprek te hebben met iemand... En die liggen daar zo, zoals je dan nu aan het doen bent... Kom, heb je zo'n duidelijke beeld van, oké, OnlyFans. Trouwens, Pornhub kun je er gratis op gaan of zo. Ja, en dat is het verschil net. Het ding is van, op Pornhub, want je ziet reacties ook onder krantenartikels van, allee, niet alleen bij mij, maar ook bij anderen, zie je effectief van, allee, waarom zou ik betalen voor die content te zien, voor pornografisch materiaal te zien, als ik gewoon kan surfen op Pornhub en allee, mijn ding kan doen, et cetera. Maar het verschil zit het in het contact. Je hebt effectief van de persoon waar dat je eigenlijk een video aan vraagt of video's van krijgt, daar zijt je effectief, je hebt die connectie. Ik heb een heel sterke band met mijn fans. En maakt dat je uit als die mensen die u, dus mannen dan bijvoorbeeld, die u... Maar ook vrouwen en ook koppels, hè? Niet alleen mannen. Oké. Okay. Maar maakt dat je dat uit als de vrouw, als de man die u bijvoorbeeld een bericht stuurt en die u voor video's vraagt, als hij een vrouw heeft en zijn vrouw weet dat bijvoorbeeld niet, maakt dat je dat uit? Dat is niet mijn ding, hè. Dat is niet mijn. Ik kan niet bepalen van, ah ja, maar je hebt een vrouw, dus dat mag niet. Er zijn wel fans die aan mij vragen, die zeggen van, oh, ik wil dat tegen mijn vrouw vertellen, hoe moet ik dat aanpakken? En dan help ik die daarmee. Of ik heb letterlijk al echt, zeg maar niet. Ik ben echt een ook een psycholoog. Oh, yeah. We gaan u helpen. Maar ja. zo ben je aan het zien. Nee, of mannen die effectief in een bepaalde sleur zitten, maar die eigenlijk hun relatie nog belangrijk genoeg vinden, die eigenlijk niet subscriben op mij om mijn content te kopen of mijn content te zien, maar echt om advies te krijgen. Ik heb echt al gehad dat er koppels... Allee, eerst was een man gesubscribed. Dan, na zoveel maanden, kon hij toch tegen zijn vrouw vertellen. En uiteindelijk was ik met de vrouw aan het praten. En die zei, you saved my relationship. Je hebt dat gered, want daardoor snap ik nu wat aan mijn man eigenlijk tekort kwam. Jij doet je ding. I'm just doing my work. 150%. You do what you gotta do. You give these people some hope. Maar persoonlijk, dat is gewoon mijn persoonlijke mening. Als jij mijn relatie kunt redden, dan ben ik het probleem, bro. Het probleem. Niet. Allee, wat, hoe ga ik daar. Ik ken dat niet veel. Dat is, ik denk het over mijn eigen. Ik ken mij niet. Dat is hetzelfde wat ik ook hoor soms. Heb ik ooit gehoord dat er sommige mannen bijvoorbeeld, die naar een hoor is een verkeerde woord. Ik zou zeggen een prostituee. Ja. En ze beginnen te praten. Ja. Ik vind dat zo, wauw, dat is crazy. Maar dan again, je kunt therapie overal krijgen, je kunt advies van iedereen krijgen. Maakt niet uit wie de persoon is. Dus je kunt ook advies krijgen van iedereen. Maakt niet uit wat je functie is. Ja. En dat is wel het graafste eraan. Ja. En wat komt het op neer? Van, maakt niet uit welke functie jij doet. Dat dat een virtuele girlfriend is of zoiets. Jij mag niet beoordeeld worden. Want, zoals jij hier hebt gezegd, zolang je het brood brengt, dan zou het geen probleem mogen zijn. Je hebt dat ergens gezegd. Heb ik dat gezegd? Ja, mevrouw Vele Peter staat hier ook. Dat bent u toch? Nee, u hebt gezegd, want u had eigenlijk zo was het... Of je nu een escorte, pornoactrice of een OnlyFans model bent, ze brengen allemaal brood op de plank. Ja, dat heb ik wel gezegd. Ja. Dus zolang het brood... Ja. En voilà. Maar mijn vraag is, dus zolang het brood brengt, is het geen probleem. Ja.
Dus zolang dat je effectief welke job dat je ook uitvoert... Mag ik een drug dealer zijn? Nee, ik wou het juist zeggen, maar wacht even, want ik weet dat nu de vraag... Nee, ik mag ik een drug dealer zijn? Nee. It brings a lot of bread. Oeh, dus, ja, maar langs de andere kant, als het... Allez, je kunt nooit niet in een persoon zijn of haar levenssituatie kijken. En het is heel moeilijk om te snappen dat mensen die inderdaad in jail zitten, de keuze dat die soms hebben gemaakt, maar alles gebeurt met een reden. En alles is effectief dat... Je moet niet akkoord gaan met keuzes die bepaalde mensen maken. En je moet zeker ook niet akkoord gaan met... Of mensen moeten niet akkoord gaan met welke job dat ik doe. En je mag een mening hebben en je mag die tegen mij vertellen. Maar soms moet je ook meningen voor jezelf houden. Je mag die hebben, maar je moet die niet uitspreken. With this said, laatste vraag. Voorlaatste vraag, want ik moet nog een outro doen natuurlijk. U zei ergens dat alles wat er online... gebeurt, blijf online voor altijd. Ja, het is niet zoals what happens in Vegas stays in Vegas. Hoe legt u dat dan uit aan uw dochter later? Hoe leg ik dat uit? Ik heb dat gesprek al aangegaan. Zij weet effectief dat ik een job heb die niet voor anderen, wel voor ons, maar niet voor anderen altijd zo positief bekeken wordt. Ik heb haar ook al gevraagd van hoe zou je erop reageren, moest iemand u erover aanspreken? En ze zo, ja, en dan? Dus zij is heel open opgevoed door mij. Ik ben ook niet een mama die zegt van als er twee kussende mensen op tv waren, het was 6, 7 denk ik, dat ze zei, nee, je mocht niet kijken. Zo was ik niet. Ik was zoiets van, it's nature. Hallo, jij zei ook gemaakt. Allee, snap je? Oké, op haar zitjaar heb ik niet verteld dat de ooievaar nog niet bestond. Maar, ik vind dat ze de dag van vandaag, omdat alles zo veranderd is tegenover vroeger, dat ze seksuele opvoeding en alles met seksuele voorlichting op een andere manier moeten geven. Er is onlangs een artikel geweest dat dat is een escorte, die is super viral en hot op TikTok. Maar wat dat zij doet is keigoed. Want zij legt eigenlijk gewoon perfect uit wat haar klanten zijn, hoe dat werkt. Maar ook bijvoorbeeld dat je altijd met condoom moet vrijen. Dat je u moet laten checken. Stel je voor, je hebt meerdere partners. U moet laten checken op SOAS. Oké, het is niet de gebruikelijke manier zoals een leerkracht gaat zeggen van... Ja, je moet een condoom gebruiken en dit... Maar waarom moet je die effectief gebruiken? Dat is Melissa. Dat is de eerste keer dat we dat zo kennen. Ik ken haar, denk ik. Ja, ja, en zij legt dat echt... Zij choqueert, maar zij choqueert op een goede manier. Zij choqueert, want nogmaals, je gaat ook sommigen hebben van... Oké. Ik choqueer ook, hoor, maar... Jij legt dat uit, dat is perfect. Maar hoe zit het met de multiple sekspartners? Bij mij? Nee. Nee, ik doe dan Melissa, zoals u zegt. Van, ja. Natuurlijk, nogmaals. Everybody do what the fuck they want to do. Mm-hmm. Maar u hebt een dochter, moet u tegen de dochter zeggen? Dat je zei, later meerdere. Het is toch altijd beter om te focussen op eentje, of niet? Tuurlijk, maar bestaat monogamie? Weet je, sometimes it's certain words I gotta look far for. Monogamie, what the hell? Bestaat monogamie, denk ik? Nee, ik moet eerst het woord opzoeken voordat ik iets zeg. Ah, ja, ik denk monogaam zijn. Monogaam, ik denk dat ik weet wat dat betekent, maar voor de zekerheid. Dat means voor altijd één persoon. Weet je wie mij heeft gezegd? Thomas, nee. Daarom dacht ik aan het woord. Jawel, want hij zei van... Gelooft Thomas in monogamie? Nee, hè? Voilà. Nee, maar zijn ouders wel. Ja, en dat is wat het gesprek toen was. Het ding is, dat is op een gegeven moment heeft één religie of één ding beslist van een man en een vrouw moeten voor eeuwig samen blijven tot de dood hun scheidt. Ik denk dat je precies bij Adam en Eva, denk ik, toen... Nee, ga eens kijken in de middeleeuwen. Mannen, die hadden toch verschillende vrouwen? Oh, zo bedoeld. Snap je? Ja, dat is monogamie. Ik bedoel. Nee, maar ik bedoel, normaal gezien was het toch de bedoeling dat man en vrouw... Een geloof heeft dat bepaald en daar zijn mensen naartoe gaan leven. Maar als je net voor dat geloof gaat kijken, dan was het effectief... Meerdere, maar je hebt verschillende dingen. Hè. Je hebt polygamie. Dat is nu met een man met meerdere of een vrouw met meerdere. Ja. Wat zou u liever willen? Ik heb. Polygamie. Ik heb geen open relatie. Ik geloof niet dat een mens gemaakt is om monogaam te zijn, maar ik geloof wel dat je het jezelf kunt aanleren.
Oké, dus met de woord, je kiest voor monogaam te zijn. Ik kies inderdaad om monogaam te zijn. Gewoon puur omdat het heeft ook meer te maken met liefde. Maar ik denk, langs de andere kant, waarom monogamie? Gewoon puur, als jij met je partner kunt beslissen van... Oké, ik heb op een gegeven moment seksueel behoefte aan iets anders. Hè, en je kunt daarover spreken en je kunt daar open over praten. Want communicatie is de number one key in every relationship. En je kunt daarover spreken, dan is de kans veel kleiner dat je partner stiekem op iemand anders gaat gaan of dat gaat opzoeken. En wat is mooier als je dat in je relatie kunt doen? Wat is de naam van je man? Dat ga ik niet zeggen. Okay. Shout out naar je man. Maar ja. Ik wou vragen, stel je voor, hij komt af en zegt, Veerle, weet je, ik denk misschien de Suzy van buurt daar, misschien erbij, even voor vandaag. Denk eerder dat ik dat ga zeggen. Ja. Dat is ook nog zoiets, snap je? Een vrouw... Ja, ik kan daar heel veel over kwijt, hè, maar... Een man gaat dat durven zeggen wanneer dat hij weet dat zijn partner hem vertrouwt. Want dan gaat hij uiteindelijk... Een man reageert op seksueel niveau. Ik geloof dat een man, als hij bedriegt, dat meer seksuele intentie is en een vrouw meer emotioneel. Als je een vrouw niet affectie geeft en als je die gewoon maar links laat liggen en die neemt voor vanzelfsprekend, die nooit geen attention geeft, niet romantisch, et cetera, dan gaat een vrouw rapper het emotionele bij iemand vinden. Die voelt van, oeh, maar die haar partner is niet zo goed en... Dus die zegt van, oh, en je bent mooi en you're beautiful en dit en cetera. Dan gaat die persoon rapper emotioneel... Nee, laat me buiten. Dan gaat die partner rapper emotioneel... Ik geloof dat de reden waarom dat een man zou bedriegen... is puur voor fysieke aandacht en voor affectie en seksueel. En een vrouw meer emotioneel. Ja, I don't want she, so I don't know, nee. Nee, maar eerlijk gezegd, ik geef je ook gelijk. Waarom? Want een man bijvoorbeeld zou bedriegen. En zodra zijn vrouw bedriegt, wow. Ja, maar als de mannen toe... Ik zeg niet dat dat oké is. Maar het wordt anders aanzien. Maar gewoon omdat puur... Maar dat is ook gewoon met alles. Allee, voor sommige twee mannen zien kussen, is en twee vrouwen zien kussen, is cool. Dat is met alles bijna zo. Dus, maar op het einde van de dag, let the people live how they want to live. Toch, mevrouw Veerle-Peters? Absoluut. Hou mevrouw, zeg. Ja, ik had eigenlijk gezegd, laatste vraag, maar je bent op VTM gekomen. Met de honger. Was dat VTM? Ja, dat is VTM. Ja, inderdaad, VTM. I know everything. Je weet meer dan mij, man. VTM? Wacht even. Ja. Eén. VTM, mevrouw. Huh? Met een andere persoon. Ik ga de naam niet zeggen. Maar het is een andere persoon. En we gaan haar naam ook niet zeggen. Ah! Ja, ik ben mee. Wow. Ja, I know everything. Was dat de eerste keer dat je op tv kwam? Nee. Maar zo wel? Zo wel, ja. Okay. En komen er nog shows of zo? Zijn er nog dingen dat u hebt gepland in de toekomst dat we mogen weten? Als alles goed loopt. Ik ben momenteel bezig met de Playboy-wedstrijd. Dat heb je waarschijnlijk ook gezien. Ja, natuurlijk. Ik zit nu... Dus ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden. Maar ik zit nu momenteel in de semifinals. Eergisteren was ik nummer 1. Dus dan mocht ik naar de finale voor met de juryleden. Vandaag ben ik nummer 4. Nu, laat zeggen, nummer 4 is mijn levenspadnummer. Dus misschien brengt het mij nog wel geluk. Maar ja, het gaat met votes. Dus mijn bucketlist... ding is om effectief wel cover van Playboy te halen of effectief met hun... Dat Playboy bedoeld? Ja, USA. Ja. Shout out naar Hugh Hefner. Nee. Nee, dat vind ik niet. Want uiteindelijk is dat ook zo. Playboy heeft altijd zo... Dat was al de eigenaar ervan, of niet? Ja, dat was inderdaad wel de eigenaar, maar... Heeft er een ding gebeurd dat ik niet van weet? Ja, dan moet je toch wel eens een beetje research gaan doen. Nee, maar het is ook niet dat ik hem interview, hij is dood. Anyway, maar ja. Zijn de dingen gebeurd? Oké.
waarschijnlijk weer shit mee vragen. Er komt toch nu heel veel uit dat alle dat playmates vertellen over hun relaties, et cetera. In die wereld, toen ik vast zat, was ik wel, die had zo'n show. Ik denk dat Kendra Wilkins was. Die blonde. Blonde. Ja, die is nu effectief met bepaalde statements naar buiten gekomen. Dat ze eigenlijk echt een... Allee, je kunt Hugh Hefner niet vergelijken met Andrew Tate, maar je kunt wel het verhaal. Hij snapte... Nogmaals, ik geloof haar. Man, ik was er niet bij. Maar die man is dood. Ja, dat is waar, ja. Maar hij kan zijn eigen toch niet meer verdedigen tegen die statements. Nee, maar denk je dat hem zich zou verdedigen? Nee, maar wij weten dat ook niet. Met andere woorden, you can't beat a dead horse. Ja, ik snap inderdaad wat je bedoelt, maar ik denk dat er op een gegeven moment... Dat is over de fame soms. Soms. Ja. Niet iedereen. Want er zijn veel dingen die voor de niet gedaan, niet iedereen, want als zulke situaties gebeuren, moet je dat altijd serieus nemen. Hè? Sexual allegations en all that shit. Ja. Sowieso. Maar je hebt ook gemerkt, nogmaals, ik weet niet wat Michael Jackson deed in zijn leven, maar je hebt sommigen gezien dat sommigen hebben ook gewoon gelogen. Because they was forced to. Daarom zeg je, dat is altijd moeilijk. En zeker als iemand dood is. Ik denk dat als je dat in procenten gaat omzetten, dat heel veel bespeeld is, dat heel veel bepaalde dingen gedaan zijn om bepaalde mediastunten omhoog te krijgen of bepaalde zaken of bedrijven of merchandise, sowieso. Allee. Maar langs de andere kant, ja, heel veel, eigenlijk alles is marketing. Hè? Inderdaad. Alles, hè? Every promotion is good promotion. Bad promotion is even good promotion. Dus. Ja, want heel veel zeggen ook van... vind je dat niet verschrikkelijk? Die mensen die zo haten op u en die mensen die roddelen en dingen. Nee, zij zijn mijn reclame. Als niemand op u haat. Dus shout-out naar al mijn haters. Want jullie hebben mij waarschijnlijk ervoor gezorgd dat ik veel meer over de lippen ga. Like. Shout-out naar de haters van Veerle. Ik had een geweldig gesprek met u, Veerle. Wat vond u ervan? Ja, heel, heel persoonlijk en emotioneel, ja. Gang shit, ja. That's the type of shit I like doing, ja. Man. Talk to motherfucker Charlie. Shout out Veerle Peters, mevrouw Veerle Peters. Shout out mijn eigen, shout out the team, you already know. Talk to motherfucker Charlie, pop with the population. You smell like money, so we definitely gonna make some. Talk to motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? Who that? I tell them we that.